Precies, een half jaar geleden sprong ik in het diepe en ben ik gegaan voor wat ik leuk vind. Ja. Moet je iets vertellen? Ja, ik ben genomineerd. Echt mooi toch? Nee. Dit is toch net echt? Oké, spannend. Wauw. Hoi allemaal, ik ben genomineerd. Yeah, bedelen voor stemmen. Ja, dat is hoe je bedelt. Heel cool, ik ben genomineerd voor de Gouden Pionier. Onder andere voor beste politieke podcast en als grijze Instagrammer 25+. Ik hou niet van bedelen. Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Dat ik hou niet van bedelen. Nu heb je ik hou van bedelen. Ik ga even naar de website. Dit is geweldig. We moeten je broers echt een award geven. Genomineerd voor de Gouden Pionier of voor een Gouden Pionier? Ik heb de, maar als jij een doet, dan qua voor een both basis. Oh, ik heb het gedaan. Oh, vet leuk. Ik ben genomineerd voor Gouden Pionier Award. Wauw, wat cool. Genomineerd voor Gouden Pionier in de categorieën aanstormend mediatalent en beste Instagram account. Joost is trots op me. Yes! Ik hoop dat iemand trots op me is. Nee. Zal ik even vragen of iemand wil... Ja, dat heb ik dus ook gevraagd. Het gaat niet zomaar, dat moet je afdwingen. Wat spannend dit. Je kunt het zelf wel doen. Ik doe het zo. Ja. Nadat je bekend hebt gemaakt dat je genomineerd bent voor een award, is het eigenlijk gewoon een kwestie van ontvangen. We merkten dat alleen zo'n nominatie al voor veel felicitaties en heel veel aandacht zorgt. Ik ga nu gewoon even naar beneden scrollen om te kijken of ik meer likes heb. Iemand zegt, yes, gestemd. Minder leuk dan ik had verwacht eigenlijk. Dat ja, maar dat is altijd zo'n ding waar je heel lang naar uitkijkt. Als het dan eenmaal zover is, dan verandert je leven eigenlijk helemaal niet. Nee, dat had ik dus bij het pitchen voor John de Mol. Ging toch met een leeg gevoel de deur uit. Zie ik wel. Nee. Gouden Pionier. Ik wist niet dat het bestond, maar best wel heel goed. Oké, moet ik het nog op LinkedIn zetten? Dit is heel erg LinkedIn-proof. LinkedIn is ook altijd heel erg over de dingen die je hebt bereikt en hoe je ze hebt bereikt en je weg ernaartoe. Dus misschien tof dat ik na een jaar zo hard werken. Tof dat na een dat een jaar geleden sprong ik in het diepe. Zoiets misschien. Iedereen zei altijd dat ik het niet zou kunnen. Ja, en zie mij hier nou staan. Ja, dat is dat daar draai awards om. Een half jaar geleden sprong. Want ook als je het leest, je denkt van, hoe sprong je dan diepe, wat dan? Maar dat, nee. Maar je denkt wel meteen, oh, in het was een heel zwaar jaar. Ah, precies. Een half jaar sprong ik in het diepe en ben ik gegaan voor wat ik leuk vind. Ja. 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 Oh, nu bent er zo goed in. Ik denk dat jij gaat winnen alle awards. Voor iedereen die in me geloofde. Nee, dat is... Hoe zeg je dit nou? Tof om te zien dat ik nu aandacht voor jou. Oké, wat ik wilde zeggen... Onbewust. Bij jou zie je dus in je LinkedIn... Mm-hmm. dat je dus al die mensen jou opeens zijn gaan checken. Ja. Dus je ziet heel duidelijk... je zit nu in het laadje bij hun, bij die mensen... in interessant of zo. Ja. Vanwege de nominatie. Ja. Maar we zitten ook onbewust in het laadje van... interessant, die mensen zijn genomineerd. Snap je wat ik bedoel? Nee. Ja. Ja, dus nu, er lopen nu allemaal mensen rond... die hebben... ons voorbij zien komen op een Instagram feed... waarop staat genomineerd voor dit en voor het een en ander. Dus dat zal dan wel dat ze ergens goed in zijn. Precies. Dus die blijven meer hangen. In hun hoofd. Ja. Tokie tokie. Awards. Ze zijn er in alle vormen en maten. Maar wat past er bij de Gouden Pionier? De trend van de laatste jaren is toch wel glas, groot, extravagant vormen. Maar voor deze award kies je voor goud, toch? Waarom? Well, first of all, it's in the name, right? Oh, yes, yes. Ja, goud. Golden pioneer. Right? Toch? Ja, precies. Golden pioneer. Precies. Die is geschikt voor kunststof, action, effect chroom. No, effect gold. Top cover. Ja, montage. Verkoop is gewoon topkwaliteit bij de action blijkbaar. Ja. En? En ik dacht ook, ja, deze. Moet een beetje
DIY. Gebruik 2 minuten schudden. Wat? Ik denk dat wij denken dat het project een heel simpel klus was voor deze ochtend. Ik denk dat het ik denk dat het heel leuk gaat doen. Oké. Okay. Nice. Oh, sorry. Ja, dat is... Ik heb een plan. Heb je een plan? Nou, het plan is dat we gewoon niet te veel van onszelf moeten verwachten. Eigenlijk zouden we voor het maken van deze award al... een award moeten krijgen. Ja, ik had het gisteren. Idee dat de marketingman het iets serieuzer nam dan ik zelf. Neem je ons project niet serieus, Julia? Jawel, maar... Hè? Toen zei hij, hoe ver ben je bereid te reizen hiervoor? Toen zei ik, nou, ik kwam hier lang. Het zou lekker zijn als ik hier klaar ben. Oh, sorry! Maar ik doe gewoon... Het ruikt ook. Dit is zo mooi. Je kan hem anders gewoon even vasthouden. Laat het drogen zo. En dan gewoon even zo laat drogen. Maar even, dit blinkt een close-up. Echt heel mooi. Oh, echt mooi toch? Dit is toch net echt? Nee. Oh shit, ik dacht ik voel even of het droog is omdat ik een kleuter ben. Ondertussen gebeurde er wel iets wat ja, niet helemaal de bedoeling was. Ik heb een camera setup, want ik moet je iets vertellen. Maar je moet echt gaan zitten, denk ik, want het moet in beeld gebeuren. Ja, ik ben genomineerd. Nee. Voor wat? Voor beste Instagrammer. Wow. De Best Social Awards zijn de prijs in Nederland voor al het beste op social media. Of zoals ze het zelf zeggen, de crème. De la content. Oh shit, maar dan hebben we ook niet hetzelfde feestje. Dus. Nee! Oh, ik dacht helemaal, dit wordt fantastisch. We kunnen er samen naartoe. Dat is even kort samengevat. The Best Social heeft dus 2 awardshows. Eentje is zakelijk voor bedrijven en merken. Dus moet je denken aan bol.com, NS, HEMA. En eentje is voor het publiek, de audience. Een project waar ik aan mee heb gewerkt voor de NS, die is genomineerd voor zo'n Business Award. En Titia is genomineerd voor Beste Instagrammer bij de Audience Award. Ga je op mij stemmen of op iemand anders? Wat denk je? Ik hoop op mij. Ja. Oké. Okay. Ik vind het, ja, tuurlijk. Maar ja, het is dus wel, ja, het is een verloren stem, hè. Dit is een oproep voor de beste social media. Mocht een van jullie dit zien, we willen graag genomineerd volgend jaar worden als duo. Als project. Als project. Of als... beweging. Ja. Ja, want, oh ja, want dat was het ook nog. Ik dacht, we zijn natuurlijk een beetje... We zijn niet zozeer tegen awardshows, maar nee. We willen wel laten zien dat awardshows ook maar een soort awardshow is. Ja. Maar nu we zelf genomineerd zijn, denk ik, deze awardshow is echt heel belangrijk. Die van ons? Oh, wat? Ik bedoel die van hun. Oh, ja. Want we kunnen nu allebei iets winnen. Ja. Ja, ineens... Ja, ik bedoel, ik was gisteren echt super vrolijk over. Ja, ik ben er ook wel vrolijk over. Ik vind het echt heel cool. Toch eindelijk die waardering, hè, waar ik al mee heb gewacht. Dit was niet helemaal de bedoeling. Toch? Nee, want ik was er gewoon... Hoezo ben je nou weer genomineerd? Ja, maar jij ook. We zijn te succesvol, we zijn niet meer de underdog. Ik denk eigenlijk doordat we zo... Denk je dat ze ons hebben afgeluisterd? Over. Ja. Gisteren waren de Business Awards. Hartstikke leuk. Vandaag is het tijd voor de Audience Award Show. De award show waar Titia genomineerd voor de beste Instagrammer is. Zal ze winnen of niet? Ik gun Titia natuurlijk alles, maar ik hoop eigenlijk dat ze deze niet wint, want dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. We gaan hosselen, we gaan mingelen, we gaan kijken hoe de looks eruit zien, we gaan kijken hoe de sprekers spreken. Ja, ja, inderdaad. Hoe ontvang je? Hoe ontvang je? Hoe reageer je dan? Wat doet het met je? En hoe reik je het ook uit? Verder gaan we gewoon natuurlijk ontzettend leuk Het is wel heel cool dat je genomineerd bent. Ja, dus dat mag gewoon gevierd worden. En kijk hoe ze eruit zien. Casco Parking.
is heel goed voor een coverbeelden. Undercover is dat iedereen die kent. Ik wil vragen of je ook het gevoel hebt dat dit onze crowd is. Onze crowd? Dat is een crowd in here, man. Ja, ik ook. Vervolgens hebben 15.000 mensen suggesties ingestuurd voor de verschillende categorieën. Ik wilde dit moment aangrijpen om eigenlijk ook nog één andere ding te zeggen. En dat is dat ik dit als een aanmoediging ga zien voor komend jaar, want... Ik weet, toen ik begon, er waren zoveel mensen die dachten, wat de fuck ben jij aan het doen? Stop eens met filmpjes maken en je gaat het toch nooit bereiken in je leven. Nou echt, fuck jullie allemaal, ik heb deel hard met een dikke shout-out van moeder. Titia Hogen. Beste Instagrammer is... Oh, ik blijf heel erg anders. Corpus. Oké, het was goed om even undercover te zijn. Erg inspirerende avond gisteren. Ja. Wat neem jij eigenlijk mee van gisteren? Wat heb je geleerd? Van zijn eigen hart. De spanning van het hele bekendmaken spanning. Met de balkjes. Mm-hmm. De presentator. Mm-hmm. Moeten wij ook. Ook spannend, de presentator regelen. Ja. Oké. Okay. Bedankt speeches. Ja. Erg inspirerend. Ja, we zijn denk ik wel we zijn klaar voor ons eigen award, ons eigen feestje. Yes. Dat zie je in video 3. Ons awardshow. De Gouden Pionier. Volgende week. Volgende week. Wow. Never been more ready. Ik heb helemaal niks voorbereid. Als je oud bent, betekent niet dat je ook niet golden kunt zijn. Daarom de winnaar in de categorie Beste Instagram 25+.